Ja, een setting die doet denken aan de nieuwjaarsreceptie bij Feyenoord. Is er afscheid genomen officieel van Erik Gudde, de algemeen directeur die naar de KNVB vertrekt. Het is een afscheid met heel veel lovende woorden voor hem. Lovende woorden van president-commissaris Gerard Hoedmer, van zijn opvolger Jan de Jong, die overkomt van de NOS. En van sportwethouder Adriaan Visser, die niet alleen woorden had voor Erik Gudde, maar ook daden. Iets tastbaars voor de scheidend directeur van Feyenoord. Hij krijgt een penning. De Rotterdammert, het was iets wat hem zichtbaar raakte. Die Erik Gudde vond het mooi, was echt verrast erdoor. En het allermooiste compliment wat hij kreeg was toch wel dat hij hier überhaupt dit vertrek heeft. Dat hij als directeur van Feyenoord door de voordeur vertrekt. Want dat kan niet iedereen die hem voor is gegaan hem nazeggen. Dat waardeerde ik ook zeer dat Jan dat deed, de manier waarop hij dat deed. En daar hebben we het met elkaar ook over gehad, omdat we wisten dat deze dag eraan ging komen. Dat het op zich best wel uniek is dat ik door de voordeur weg kan gaan en dat ik hem nog als nieuwe medewerker de traditionele welkomstcadeau hier kan bieden, het Feyenoord shirt. Ja, dat is op zich hartstikke mooi. Daar ben ik best wel trots op, ja. Waar er één gaat, komt er ook één binnen. Dat is Jan de Jong van de NOS. En ja, die heeft ook wel gezien wat Erik Gudde allemaal op zijn bord heeft gekregen in zijn periode als directeur bij Feyenoord. Of hij dat zelf ook vreest, vroeg ik na afloop aan hem. Want hij heeft zijn portie al gehad met kritiek in het Algemeen Dagblad. Nou, laat ik eerst en vooral zeggen dat Rob Slotboom ongekende betekenis heeft gehad voor Feyenoord. En dat hij echt met veel geld in Feyenoord zit en dat belangeloos heeft gedaan. En misschien wel een van de mede-redders is van Feyenoord. Dus zijn verdiensten voor Feyenoord zijn voorlopig oneindig veel groter dan de mijne. Ik hoop alleen dat ik Rob en alle andere critici van het tegendeel kan overtuigen. En ik hoop ook dat Rob en ik gewoon on speaking terms kunnen blijven. En ja, uiteindelijk denk ik van, ja, weet je, als Rob echt een vriend van Feyenoord is, kan hij zich afvragen, is dit nou het allerbeste wat ik had kunnen doen? Maar hij heeft het uit zijn hart geroepen en ik vind als iemand het uit zijn hart roept, moet hij dat kunnen doen. Ik zit daar echt niet mee. Is dit wel iets waarvan je denkt, ik moet me wel hier tegen gaan wapenen? Want het zal misschien vaker voor gaan komen dat mensen een mening over je hebben. Nee hoor, dat was bij de NOS ook al zo. En ook toen kreeg je af en toe loftuitingen en ook wel eens stortladingen, kritiek. Als je daar niet tegen kan, moet je dit vak niet kiezen. Meer over het afscheid van Erik Gudde en het stokje dat symbolisch werd overhandigd in de Kuip aan Jan de Jong zie je natuurlijk op onze website met volledige interviews en andere beelden van deze avond.